zijn er hoor. Het hotel in Opole. Even een beetje bijslapen. En dan morgen weer verder. Nou, dan zijn we nu zometeen de Poolse douane voorbij. Daarna de Oekraïense nog. Jo, daar staat hij. In Rivne. Bij het verzamelpunt. Hier worden ook de auto's nog nagekeken. Voordat ze uiteindelijk verder gaan naar Oost-Oekraïne. Hier pakken we drie auto's. Die zijn al nagekeken. Die rijden we richting Kiev. Dus met deze, die erachter staat, rijden we nu door naar Kiev. En die twee die worden volgende week naar Oost-Oekraïne gereden. Met de eindbestemming.